Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe boodschappen shoplog. Ik ben Marlisa en ik ga jullie meenemen door al mijn boodschappen van deze week. Het is een heleboel. En het is al dinsdag. En ik heb geen eten voor vanavond mee besteld. Want ik had gisteren en vandaag avonddienst. Dus Pascal die eet de leftovers. En ik leef op een shakeje en een reep en dat soort dingen. Want hashtag fit girl life. Oh yeah. Anyhow. Dus ik heb alles bij de Jumbo besteld. Het was €147,89. Echt inclusief 10 ingeleverde statiegeld flessen, 2 kratten en 3 tassen. Dat was gewoon een heleboel. Maar ik ga jullie gewoon weer meenemen met wat we iedere avond gaan eten. En wat ik nog meer voor lekkere dingen in huis heb gehaald voor aankomende week. Zoals altijd wil ik je vragen deze video een duimpje omhoog te geven. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je nog niet bent. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Zoals je ziet, een super vol aanrechtje. Vanavond is het dus dinsdag. Dan eten wij de boerenkool maaltijd die vorige week als gratis product erbij zat. En ik eet dus een shake of een boterham met ei of iets wat in mijn macro's past. Morgen is het woensdag. Dan eten wij Ierse rundbiefstuk. Hoe fancy is mensen is dat? Zijn we ook met 2 kinderen, dus ik heb er gewoon lekker 4 besteld. Lekker decadent. Met tomaat en komkommer en ijssalade. En aardappelkroketjes. Want morgen is Pascal jarig. Dus ik vroeg wat wil je eten. En hij zei doe maar biefstuk. En toen zei ik oké, maar we hebben wel de kinderen. Zei hij, is dat nodig? Ik zei, nou ja, je kan ze maar vroeg leren dat biefstuk lekker is. Dan op woensdag. Wat eten we dit? Donderdag. Eten we denk ik dit. Aardappelpartjes met kipfrikant schnitzel. En een broccolietje. Dan eten we op vrijdag de kaasschnitzels met sperziebonen en aardappelkroketjes. Want weet ik zeker dat in ieder geval de kinderen van Pascal dit en dit lekker vinden. En, of dit en dit en dit. Vaak gaat het er ook nog wel in. En dan op zondag eten we beenham met rode kool. Met rode kool heb ik nog een paar potjes van staan. Kan ik niet vers maken. En dan gewoon normaal een aardappeltje. Ik zag wel dat ik ook nog extra aardappelkroketjes had besteld. Dus misschien dat we daar een beetje van die, zodat we z'n 6 zijn, dat we een beetje extra aardappelkroketjes hebben. Want een hele zak gaat wel voor 4 man op. Dus dat is alles voor het avondeten. Dan hebben we nog flesjes water voor naar ons werk. Taxi voor die kinderen. Nieuwe pakjes drinken. Alle pakjes zijn op. Want we hebben natuurlijk al 3 keer in de week dat we naar zwemles moeten rijden. Dan moeten we nog wel eens naar de logopedie. Of naar de kapper. Of naar de tandarts. Of naar de een kindje ophalen van die is wezen spelen. En dan moet, nou, anyhow. Ik gooi altijd van dat pakjes in mijn tas. Dan hebben ze altijd wat te drinken. Want kinderen hebben altijd dorst op het meest onhandige moment. Dus pakjes. Ik heb weer ijsbergsla en komkommer voor mijn salades, etc. Ik heb weer lekker die rosbief. Lekker veel. Met weer avocadotjes. Zodat ik dat weer kan oppeuzelen. Want dat is echt super goed bevallen. Ik heb een heleboel boterhamworst. Ik heb geen idee waarom ik zoveel boterhamworst heb. Ik heb ze wel serieus besteld, blijkt. Maar dan heb ik gewoon. Zoals altijd bestel ik de boodschappen in een aantal keer. Ik doe eerst zorgen dat de boodschappen op het moment gereserveerd is. En dan ga ik kijken, wat gaan we allemaal avondeten doen. En dan ga ik kijken ook nog maar bijvullen. En ik denk dat ik gewoon een keer extra boterhamworst heb toegevoegd. Omdat ik niet had gezien dat ik dat 2 keer gedaan had. Dus dat. Roomboter. Filet American. Want Brooke lust het nu dus ook. En we hebben nu dat we ieder weekend even naar de Aldi gingen voor broodjes en filet American. En die is niet zo heel erg lekker als die van de Jumbo. En het is toch gewoon tot en met de 9e goed. Dus dat is tot met volgende week. Dus dan hebben we voor de week en voor in het weekend lekker filet American. Extra kaas, as per usual. Coca-Cola Zero. Ik heb deze genomen, die waren in de aanbieding. En ik merk dat als ik heel eiwitrijk eet, dat ik nog minder goed ga met lactose. Dus we gaan even deze doen. Deze kregen we er een aantal weken geleden gratis bij. En die heb ik vorige week met mijn moeder geprobeerd. Super lekker, dus ik denk ik doe hem sowieso op voorraad. Ik denk niet dat ik hem zelf openmaak, maar als mijn moeder weer een keertje komt, kan ik lekker deze maken. En wat er dan overblijft, dat doe ik zo zelf. Want dan drink ik ineens wel latte macchiato in plaats van gewone koffie. Want voor mezelf vind ik het veel moeite, maar als het open staat, is het prima. Siroop, Slimpy, Crystal Clear. We hebben appels, we hebben bananen die erg groen zijn. We hebben druifjes, witte druiven, rode druiven en blauwe bessen. We hebben uitdeelzakjes, smoltjes die ze dan ook in hun trommels mee kunnen nemen. Of die ik makkelijk kan meenemen naar de zwemles, et cetera. Om even in mijn tas te gooien. Koekjes, vriendenkoekjes, trommel van die vanille dubbels, super lekker.
extra reep ontbijtkoek en knoppertjes. Ik heb ook een bak met kwark meegenomen, want er zit heel veel proteïne in. Vind ik super lekker. Het is een beetje zoet voor na het avondeten bijvoorbeeld, denk ik. Super lekker en makkelijker voor je proteïne. En ik heb deze rijstcrackers. Die zijn ook super lekker. En ik heb nog een hele bak met hummus staan voor deze week. Ook leuk. Of mini-eitje, wat ik ook vind, zoals ik al gezegd, en bakboter. Dus een heleboel. Het enige wat je misschien nu mist in deze shoplog is het brood voor de kinderen. En dat is ook echt bijna op. En ik ben het ook echt al een paar weken vergeten te bestellen. En ik dacht van de week, weet je wat we doen? We doen het even niet. We gaan voor het brood van de bakker, gaan we kijken hoe dat nu gaat. We zijn er toen een tijd mee gestopt omdat ze heel vaak hun boterham voor de helft maar opaten. En dat ik dan die boterhammen van de bakker moest weggooien. Ik moet even zo filmen, want mijn camera viel uit. Maar goed, de laatste tijd gaat het dus zo goed dat ze eigenlijk wel heel goed aangeven hoeveel boterhammen ze willen eten. En dat ze geen boterhammen gaan smeren die ze niet willen opeten. Dat ik wel bereid ben om dat weer even te testen of dat goed gaat met boterhammen van de bakker. En dan kan je zeggen van ja, maar waar doen we het moeilijk over? Het brood van de bakker heeft zeg maar 20 sneetjes voor €2,20. En het brood van de Jumbo kost €1. Dus dat scheelt toch wel €1,20 per brood. En dan gaat het inmiddels van 3 broden aan kinderen in de week op. Dus het scheelt toch weer. Als je dat een paar maanden gewoon weer zo kan volhouden. Dus dat is de reden waarom we dat gedaan hebben. Dat was het voor deze boodschappen shoplog. Ik hoop dat jullie weer inspiratie uit hebben opgehaald. Wat jullie van de week op tafel kunnen zetten. Als het zo was, dan deed jullie een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. Kijk ook onderin de beschrijving, want daar schrijf ik alles uit wat we per avond gaan eten. En dan wens ik je nog een heel fijn weekend. Tot de volgende video. Doei doei!